voetbalsterren waren niet rijk toen ze op de wereld kwamen. Velen, zoals Messi en Ronaldo, leefden in armoede. Met hun ongelooflijke vaardigheden zijn ze opgeklommen op de sociale ladder en verdienden ze miljoenen. Hun huizen weerspiegelen de luxueuze levensstijl waarvan ze nu genieten. Bekijk hier de top 10 huizen van voetballers van toen tot nu. Yeah! 10. Gareth Bale. Maak kennis met de ster van het nationale voetbalteam van Wales, vleugelspeler Gareth Bale. Bale, een van 's werelds duurste spelers, is momenteel 131 miljoen euro waard en vestigt daarmee zijn naam als een topper in het spel en een van de grootste Welsh-spelers aller tijden. Bale groeide op in een klein gemeentehuisje met 3 slaapkamers dat hij bewoonde met zijn ouders Jeff en Debbie Bale en zijn zus Vicky. Dat is niet vergelijkbaar met het chique herenhuis van 1500 vierkante meter dat hij nu bewoont met zijn vrouw Emma en hun 4 kinderen. Het paleisachtige huis in de exclusieve wijk La Finca bestaat uit 4 slaapkamers, een overdekt zwembad, een fitnessruimte, een golfbaan, 2 bijkeukens, verschillende terrassen en veranda's en een garage voor 6 auto's. Bale heeft het huis, dat meer dan 7,5 miljoen euro waard is, gehuurd van de gepensioneerde Braziliaanse voetbalster Kaká. 9. Alexis Sanchez. De centrale spits van Inter Milaan, de Chileen Alexis Sanchez, oorspronkelijk uit Tocopilla, begon als kind met voetballen. Zoals je ziet was zijn ouderlijke appartement niet het grootste, maar hij moet geweten hebben dat hij op een dag zijn geboorteplaats zou achterlaten en een beroemd atleet zou worden. Sanchez, nu 33, is een van die spelers die, zelfs als nieuweling, door iedereen herkend werd om zijn talent en hem de bijnaam het wonderkind gaf. Hij werd de eerste Chileense speler die voor Barcelona ging spelen met een record transfersom van 25 miljoen euro en dit stelde hem in staat echt groots te leven, door voor 1,9 miljoen euro dit schitterende huis in Manchester te kopen. Hij speelt nu voor Inter Milaan, waar hij ook verblijft. 8. Lionel Messi. Heeft deze man zelfs een introductie nodig? Messi, een van de grootste voetballers aller tijden, kwam uit een bescheiden gezin en leed als kind aan een tekort aan groeihormoon. Messi groeide op in een middenklasse wijk in Rosario, Argentinië, La Bajada genaamd, waar hij samen met zijn ouders en 3 broers en zussen in een huisje woonde. Ondanks zijn handicap trok zijn onberispelijke voetbalkwaliteiten de Barcelona Academie zo aan dat ze hem al zijn ziekenhuisrekeningen betaalden, alleen maar zodat hij voor hen kon spelen. Van het jaar 2000 tot 2021 bleef Messi Barcelona trouw om uiteindelijk in augustus van datzelfde jaar naar Paris Saint-Germain over te stappen. Vandaag is de 7-voudig Ballon d'Or winnaar maar liefst 383 miljoen euro waard. Met al dat geld heeft Messi zich verschillende huizen in Spanje, Italië en Argentinië aangeschaft. Het kroonjuweel is natuurlijk zijn exclusieve Bellamar herenhuis van 6,7 miljoen euro in Castelldefels, de meest exclusieve wijk van Barcelona. Tegenwoordig woont Messi in Parijs in een appartement dat hij huurt voor 19.900 euro met 2 verdiepingen in de exclusieve wijk Neuilly-sur-Seine. Maar het gerucht gaat dat hij ook een wilderig paleisachtig herenhuis aan het bouwen is, het fort genaamd, in het rijkste deel van Rosario in een wijk die Kentucky heet. En dat hij en zijn gezin nu hun thuis zullen noemen in Argentinië. 7. Wayne Rooney. Rooney, die in Liverpool geboren werd, is eigenlijk een Ier die opgroeide als supporter van het voetbalteam Everton. Iedereen die hem zag voetballen terwijl hij opgroeide, wist dat deze jongen bijzonder was. Hij kwam bij het jeugdvoetbalteam van Everton toen hij 9 was en maakte zijn profdebuut voor het eerste team toen hij 16 was. Hij bracht daarna 2 seizoenen door bij de Merseyside Club voor hij bij het prestigieuze Manchester United ging spelen. Rooney is ondertussen gestopt met spelen en is nu manager van Derby County. Hij wordt nu geschat op een waarde van 141 miljoen euro en woont in een luxueus landhuis in Cheshire met zijn vrouw Colleen en hun 4 zonen. De Rooneys bouwden hun huis op een terrein van meer dan 160.000 vierkante meter in 2017 dat hij voor 4,7 miljoen euro gekocht heeft. Op het terrein staat nu een herenhuis met 6 slaapkamers waar het gezin vorige kerst introk. 6. Raheem Sterling. Veel van de voetballers op deze lijst hebben tegenspoed moeten overwinnen om te bereiken waar ze nu zijn. Maar voor Raheem Sterling kan dat niet eens het leed beschrijven dat hij als kind doorstond. Hij werd geboren in Jamaica en verhuisde als kind naar Londen. Zijn vader was afwezig in zijn leven, maar nog tragischer was dat hij vermoord werd toen Raheem nog maar 9 jaar oud was. Je kan je alleen maar voorstellen hoe dat voor een jong kind gevoeld moet hebben. Raheem verwerkte zijn trauma door te voetballen en toen hij ouder en beter werd, profiteerde de hele wereld ervan hem te zien spelen. Nu speelt Raheem als aanvallende vleugelspeler voor Manchester City en is door sportjournalisten de beste voetballer onder 21 jaar in Europa genoemd. En hij woont nu in dit schitterende landhuis van 4,1 miljoen euro in Cheshire. 5. Zlatan Ibrahimovic.
Als voetbalster is Zlatan Ibrahimovic uit Zweden zeker intrigerend. Hoewel hij als kind al erg populair was in de voetbalwereld, was er de aanmoediging van zijn manager voor nodig om hem beroemd te maken. Tegenwoordig speelt Zlatan voor AC Milan en is hij 182 miljoen euro waard. Maar samen met zijn partner Helena Seager heeft hij enkele buitengewone huizen gekocht. Opmerkelijk is dat het stel een eigendom van 1000 vierkante meter kocht in Östermalm, Stockholm, Zweden en het ombouwde tot een weelderige woning compleet met bioscoopzaal en een draaiende garageruimte. Omdat ze niet tevreden waren, kocht het koppel ook voor ongeveer 1,9 miljoen euro een eiland in het Malarmeer, ten westen van Stockholm, compleet met een groot jachthuis. 4. Neymar. De nieuwe superster van Brazilië, zijn volledige naam is Neymar Santos Jr., maar iedereen noemt hem gewoon Neymar, een naam die tegenstanders vrezen als hij in de buurt van het voetbalveld is. Neymar verdiende zijn reputatie door van jongs af aan zijn spel te werken en getraind te worden door niemand minder dan zijn vader. Neymar groeide op in een huisje in de Mogi das Cruzes gemeente van São Paulo, Brazilië. In 2016 riep ESPN Neymar uit tot de op 3 na beroemdste atleet ter wereld. Tegenwoordig speelt hij voor Paris Saint-Germain en deelt hij het veld met ploeggenoot Messi. Neymar is nu 192 miljoen euro waard en woont in een uitgestrekt herenhuis van 5 verdiepingen ter waarde van 7,5 miljoen euro dat ooit toebehoorde aan acteur Gérard Depardieu. Het paleisachtige huis van 1000 vierkante meter heeft een tuin van 470 vierkante meter en beschikt over een sauna, een Turks bad en een reusachtig binnenzwembad in de kelder. 3. David Beckham. David Beckham, ooit het uithangbord van het Engelse voetbal, groeide op in Leytonstone, Engeland met 2 ouders uit de arbeidersklasse. Zijn vader was een keukenmonteur en zijn moeder een kapster. Zijn leraren lachten hem in zijn gezicht uit toen hij hem vertelde dat hij wilde voetballen voor de kost. Maar zijn ouders moedigden hem altijd aan. Hij wordt beschouwd als een sporticoon, niet alleen in Engeland, maar wereldwijd. Nu hij met pensioen is, is hij 432 miljoen euro waard en woont hij met zijn bejubelde vrouw Victoria, een zangeres en model, en hun kinderen in een herenhuis van 36 miljoen euro in de exclusieve wijk Holland Park in Londen. Het koppel bezit ook een huis in de Cotswolds en een modern appartement in Miami. Maar het moet hun herenhuis van 36 miljoen euro zijn, Buckingham Palace genaamd, met een eigen fitnessruimte en wijnkelder die de show steelt. 2. Luis Suarez. Luis Suarez mag dan om voor de hand liggende redenen een zeer controversiële speler zijn, maar zijn vaardigheden met de bal zijn niet te ontkennen. Suarez is de grootste Uruguayaanse doelpuntenmaker aller tijden en vertegenwoordigde zijn natie op 3 edities van de FIFA Wereldbeker. Hij groeide op in de wijk Cerro in Salto samen met zijn 7 broers en geen enkele zus. Hij heeft de armoede aan de lijve ondervonden, maar leefde niet een gelukkig leven, want zijn familie uit de lagere klasse leefde een vredig leven in hun huis. Op zijn 35ste is Suarez nu 67 miljoen euro waard en woont hij met echtgenote Sofia Balbi en haar ouders in een groot herenhuis net buiten Barcelona. 1. Cristiano Ronaldo. Wie had gedacht dat een jongetje met een hartkwaal zich zou ontpoppen tot de eerste miljardair van het voetbal? Cristiano Ronaldo is bejubeld als een van de beste voetballers in de geschiedenis van het spel, maar toch groeide hij op in een huisje met een blikken dak in Funchal, Madeira, een klein eiland voor de westkust van Portugal, dat hij deelde met zijn ouders en 3 broers en zussen. Tegenwoordig heeft de nettowaarde van Ronaldo de 1 miljard euro overstegen. Hij heeft bedrijven over de hele wereld, maar zijn liefde voor ontroerend goed is eindeloos en heeft een ontroerend goed portefeuille ter waarde van 49 miljoen euro. Ronaldo is eindelijk terug bij Manchester United en woont momenteel met zijn vrouw Georgina en hun 5 kinderen in het 7 miljoen euro dure landhuis in Cheshire, dat eerder eigendom was van United-legende Andy Cole. Bij het huis hoort naar verluid een zwembad, een bioscoop en een garage groot genoeg voor 4 auto's. Wie is je favoriete voetbalster? Vertel het ons in de comments hieronder en vergeet je niet te abonneren op dit kanaal.